Ja, we zijn er vandaag op dit moment in het nieuwe lokale van VZW Warm Hart. Een vereniging waar we armen het woord nemen. Dus het gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat deze lokalen ter beschikking gesteld werden voor VZW Warm Hart. Met als bedoeling dat ze dus eigenlijk zo lang mogelijk in dit lokale kunnen blijven als een vaste stek. Ik ben bijzonder fier op de mensen die dit gerealiseerd hebben. In eerste plaats de vrijwilligers van Warm Hart zelf. De VZW werkt eigenlijk rond kansarmoede in zijn geheel en houdt alle helderen. Mensen die het heel moeilijk hebben in de maatschappij, die kunnen hier terecht voor ontspanning of in de sociale kruidenier. Ze zijn heel blij dat ze deze nieuwe locatie gekregen hebben. Een vereniging die eigenlijk instaat voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Was bijna zelf dakloos geweest en gezien ze dat deze nieuwe lokalen ter beschikking gesteld hebben met een ruimere keuken, met een ruimere lokaal en tegelijkertijd een sociaal kruidenierswinkel die nog onder dezelfde dak zit, zijn ze wel heel blij. Ja, we hebben een eigen locatie nu. Vroeger zaten we gehuisvest in de TIKB, in het dienstencentrum. Nu zitten we op onze eigen. Ja, in eerste instantie waren we tegen de verhuis, maar nu vinden we het eigenlijk wel gezelliger en beter. We zijn zeer fier, we zijn zeer trots dat dit een van de eerste stappen is in de realisatie van een volledige wederopstanding, wedergeboorte van dit gebouw. We zijn er in het casino waar vandaag de inhuldiging vieren van de nieuwe theaterstoelen. Theaterstoelen die terug naar de retro-stijl werden gebracht van de jaren 50, toen het gebouw hier werd gezet. Het is bekroond vorig jaar door minister Bourgeois als monument binnen de gemeente. En we gaan de komende jaren 1 miljoen investeren om de kwaliteit en het aanbod hier van het casino cultuurcentrum op niveau te brengen. En het comfort uiteraard van de bezoekers van onze mensen hier in de gemeente te verhogen. Ja, gemakkelijke stoelen. We hebben de indeling van de zaal eigenlijk lichtjes gewijzigd. We hebben de gangpaden verlegd. We hebben die eigenlijk naar de zijkanten gebracht. En we hebben de stoeltjes tot tegen de scène aangebracht. Met als gevolg dat het publiek nu eigenlijk in één groot blok zit. Heel dicht tegen de scène aan. Wat eigenlijk een veel mooiere, intiemere sfeer geeft. Goedenavond, dames en heren. En welkom hier in het zonnige Houthalen Helderen. U dacht dat u vanavond naar de film ging, maar niets is minder waar. Wat u vanavond te zien gaat krijgen, zijn zes helden van het witte doek, maar ook van het levende podium. Een van de investeringen is dat we ervoor gezorgd hebben dat er kantoren zijn voor ons personeel. Wat we ook zeker gaan proberen, is voor een 2012 ook nog het onthaal te realiseren.